Welkom bij de lesvideo over de economische kringloop, ook wel de geldkringloop genoemd, en de nationale rekeningen. Nou, in deze video gaan we het onder andere daarover hebben en daarnaast komen ook nog de macro-economische identiteiten langs. Nou, laten we even beginnen met de zogenaamde economische kringloop of de geldkringloop. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is een model, een grafische weergave van een aantal groepen die actief zijn binnen onze economie. En tussen die groepen vinden allerlei geldstromen plaats. Er gaat bijvoorbeeld geld van gezinnen naar bedrijven, maar er gaat ook geld van bedrijven naar gezinnen. Nou, met dit model gaan wij al die verschillende geldstromen inzichtelijk maken. En er zijn, zoals je hier ziet, vijf groepen: dat zijn de gezinnen, de overheid, de bedrijven, het buitenland en de financiële instellingen. Die hebben allemaal met elkaar te maken. Nou, ook het buitenland heeft duidelijk een link met een economie, bijvoorbeeld de Nederlandse economie. Want daar wordt mee gehandeld. Er vindt import en export plaats. Nou, heb je nou een geldkringloop van een economie die compleet gesloten is, dus een gesloten economie, dan vind je deze buitenland actor hier niet in dit plaatje. Dus die hoort er dan niet bij. Maar de meeste economieën op de wereld die zijn in bepaalde mate in ieder geval open omdat er gehandeld moet worden. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Bijvoorbeeld olie. Heel veel landen die hebben niet de beschikking over hun eigen olieveld en die moeten dus wel handelen met het buitenland. Nou, laten we eerst eens even een aantal pijlen gaan zetten in dit schema van de economische kringloop. En dan beginnen we hier even met de gezinnen, de bovenste groep. En net als elke andere groep heeft een gezin of hebben de gezinnen natuurlijk ook inkomsten en uitgaven. Nou, de eerste vorm van inkomsten voor gezinnen komt voornamelijk bij bedrijven vandaan. Dat is namelijk het inkomen betaald door bedrijven aan de gezinnen. Nou, en daar zetten we bij deze pijl, dus deze geldstroom, zetten we de variabele I bij. En de I die staat binnen economie voor inkomen. Nou, in dit voorbeeld is dat inkomen even 1000 of 1000 miljard. Of wat voor getal dan ook, maar in ieder geval 1000. En de gezinnen die ontvangen dat van bedrijven voor het ter beschikking stellen van productiefactoren, bijvoorbeeld arbeid. En dat geld gaat dus naar gezinnen toe. Nou, daarnaast zou je ook nog een pijl kunnen zetten van de overheid naar gezinnen toe, omdat er mensen voor de overheid werken of dat zij uitkeringen ontvangen. Maar voor de eenvoud in dit plaatje of in dit model laten we die pijl even weg. Nou, we kunnen ook een pijl zetten van gezinnen naar een andere groep. En die zetten we even richting bedrijven. Nou, en dat is natuurlijk omdat gezinnen een deel van het verdiende inkomen geven zij uit aan bedrijven. Zij consumeren. Nou, vandaar dat we hier ook de C bij zetten van consumptie. En in dit geval is dat 600. Nou, naast consumeren zetten zij ook nog een deel van hun geld opzij in de vorm van spaargeld. En dat spaargeld dat gaat naar de financiële instellingen. Bijvoorbeeld een bank. En dat doen mensen natuurlijk omdat zij uh, bijvoorbeeld rente willen ontvangen of omdat zij met hun pinpas makkelijk willen betalen. Nou, dat kan natuurlijk niet als jij geld in een oude schoenstrook stopt. Nou, de variabele die bij deze pijl hoort is de zogenaamde S. En de S is van de besparingen, dus niet van spaargeld, maar de S van besparingen. Gezinnen zullen een deel van hun geld dus opzij zetten in de vorm van besparing. Nou, in dit geval is dat 100. Nou, laten we naar de volgende groep gaan, namelijk de overheid. En de overheid, die ontvangt allereerst geld van gezinnen in de vorm van belastinggeld natuurlijk. De gezinnen, die betalen belasting aan de overheid. Daar zetten wij de variabele b bij en een bedrag van 300. Nou, daarnaast geeft de overheid natuurlijk ook geld uit. Stel dat zij iets moeten laten bouwen en dat ze dat door een aannemer laten doen, dan moeten ze dat bedrijf, die aannemer, natuurlijk geld betalen. En het geld wat de overheid dan uitgeeft, daarvoor gebruiken wij de variabele O van overheidsbestedingen. En die overheidsbestedingen zijn in dit geval 325. En als je dan goed kijkt, dan zie je meteen dat de overheid hier een probleempje heeft. Ze hebben namelijk een zogenaamd begrotingstekort, want hun bestedingen zijn 325, terwijl hun belastinginkomsten maar 300 zijn. Ze komen dus 25 tekort. Nou, dat lost de overheid op door te gaan lenen bij financiële instellingen. Er komt dan dus een pijl van financiële instellingen naar de overheid. Nou, en bij die pijl zetten wij O min B, dus alle overheidsbestedingen, min alle belastinginkomsten. En in dit geval is dat 325 min 300, en dan komen we natuurlijk uit op 25. En dat is het bedrag wat van financiële instellingen naar de overheid gaat, want dit bedrag moeten zij lenen. Nou, dit O min B noemen ze ook wel het zogenaamde overheidssaldo. Nou, laten we even naar de volgende groep gaan, de bedrijven. Daar hebben wij al een aantal pijlen bij gezet. Namelijk van bedrijven naar gezinnen, het inkomen wat zij betalen, de ei en er komt ook geld binnen bij bedrijven. En dat is namelijk een uitgave voor de gezinnen, de consumptie. En dat is dus een inkomstenbron voor bedrijven. Nou, daarnaast kunnen we ook nog een pijl zetten van financiële instellingen naar bedrijven toe, omdat bedrijven geld lenen bij financiële instellingen om investeringen te doen, om bijvoorbeeld nieuwe machines te kopen. Nou, de variabele die daarbij hoort is de i, en de i staat hier voor netto investeringen. Nou, wat is nou het verschil tussen bruto investeringen en netto investeringen? Een netto investering zorgt ervoor dat jouw kapitaalgoederenvoorraad toeneemt. Dus dat jij bijvoorbeeld meer machines in jouw bedrijf hebt, meer kapitaalgoederen nadat je die investering hebt gedaan. Een bruto-investering, daar zitten ook deze netto-investeringen in, maar daar hoort nog wat anders bij, namelijk de vervangingsinvestering. En een vervangingsinvestering doe je wanneer je een oude machine wegdoet en niet meer gebruikt en die vervangt voor een andere machine bijvoorbeeld of een ander kapitaalgoed. En je totale kapitaalgoederenvoorraad zal daardoor dus niet toenemen, die neemt alleen toe door de netto-investering. Nou, en je bruto investeringen min die vervangingsinvesteringen, dan haal je dus deze netto investeringen over. Nou, deze netto investeringen die zijn hier 35. En dat is dus geld wat van de financiële instellingen naar de bedrijven gaat. De bedrijven lenen geld om deze investeringen te doen. Nou, daarnaast hebben we ook nog handel met het buitenland. En dat gebeurt, zoals ik al eerder zei, alleen in een open economie niet in een gesloten economie, want die handelen eigenlijk niet met het buitenland, maar een open economie en Nederland is bij uitstek een open economie, wordt er dus gehandeld met het buitenland. Dat betekent dus dat er geld van het buitenland naar ons toe komt. Op het moment dat wij iets aan het buitenland verkopen en dat is natuurlijk voor onze export. Dus wij zetten bij deze pijl een e neer. De e van export, dat is de variabele en laten we zeggen dat die in dit geval 340 is. Nou, daarnaast kopen wij natuurlijk ook goederen van het buitenland en die importeren wij. Dus de goederen komen onze kant op, maar het geld gaat dan natuurlijk naar het buitenland. Nou, en de letter die daarbij hoort is de M. Dus we gebruiken de M als variabele voor import. Nou, stel dat die in dit geval 300 is. Nou, ook hier zie je nu natuurlijk een verschil tussen E en M. Wij ontvangen 340 van het buitenland. Dat betekent dat het buitenland aan ons 340 betaalt. En wij betalen voor goederen die wij in het buitenland kopen. 300 aan het buitenland. Dat betekent dat het buitenland een tekort heeft. En dat tekort zullen ze ook moeten lenen bij financiële instellingen. Dus er gaat een pijl hier van financiële instellingen naar het buitenland toe. En daar zetten we bij E-M. En E-M noemen wij het buitenlandsaldo. Nou, en E. Min m is hier natuurlijk 40. Dus het buitenland zal 40 moeten lenen. Om uiteindelijk dit te kunnen betalen. Want zij kopen bij ons voor 340. Terwijl ze maar 300 van ons ontvangen. En dan krijg je dus E min m is 40. En dat is dus het tweede saldo. Het buitenland saldo. En het eerste saldo wat we al eerder hebben gezien. Is O min b. Het zogenaamde overheidssaldo. Nou en al deze getallen die je hier ziet staan in de economische kringloop, die vind je straks in het volgende filmpje allemaal terug op de zogenaamde nationale rekeningen. En elke groep in dit schema, dus de gezinnen, de overheid, de bedrijven en de twee andere groepen, die hebben allemaal een eigen nationale rekening. En eigenlijk is die nationale rekening gewoon een overzicht van alles wat ze binnenkrijgen en alles wat ze uitgeven. Nou, dat kunnen we ook aan deze pijlen hier zien wat er binnenkomt en wat er wordt uitgegeven. Nou, dat is allemaal in het volgende filmpje over de nationale rekeningen. En dan gaan we het ook hebben over de zogenaamde macro-economische identiteiten. Nou, mocht je over dit eerste gedeelte een vraag hebben, stel je vraag dan gewoon op ons forum en dan zullen we die zo snel mogelijk beantwoorden.